Blockchain wordt gezien als de grootste innovatie uit de afgelopen jaren. Maar wat is het eigenlijk? Blockchain is heel simpelweg een tool om veilig met elkaar te kunnen samenwerken. Het is een gedeelde boekhouding waar iedereen dezelfde informatie real-time heeft en niemand die informatie kan veranderen. Maar hoe werkt het dan? Stel dat 4 banken naar elkaar via blockchain betalingen doen. Elke bank heeft dan zijn eigen kopie van de gezamenlijke boekhouding. De blockchain zorgt erbij dat deze 4 kopieën exact hetzelfde blijven. Zie het ook wel als één grote gedeelde Excel spreadsheet waar alle betalingen in staan. Elke nieuwe betaling wordt tegelijkertijd in elke boekhouding bijgeschreven. Dit is bijzonder. Omdat alle banken dezelfde kopie hebben, kunnen ze controleren dat niemand per ongeluk betalingen verandert of verwijdert. En als iemand iets toevoegt, zien ze dat direct. Er zijn 2 soorten blockchains. Als eerste is er de openbare blockchain. Aan deze blockchain kan iedereen ter wereld meewerken en iedereen ter wereld kan hem inzien. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is Bitcoin, wat al sinds 2009 bestaat en waarvan het een mysterie is wie het eigenlijk bedacht heeft. Maar naast Bitcoin zijn er nog honderden andere digitale munten, het cryptogeld, waarbij elke munt zijn eigen kenmerken heeft. Als tweede zijn er gesloten blockchains. Hierbij hebben alleen de bedrijven die meedoen toegang tot informatie op de blockchain en kan de rest van de wereld niet meekijken. Blockchain is een absolute kanshebber om samenwerking tussen bedrijven veiliger en soepeler te laten verlopen. De verwachting is ook dat de komende jaren bedrijven dit steeds meer en meer zullen gaan inzetten.